Welkom allemaal. Ik kreeg weer door om een piramide-reading met jullie te doen. Dus vandaar. Nou, eerst eens even kijken om welke energie het gaat. Dus waar gaat het precies over? Het onderwerp, zeg maar. Even ietsje omhoog. Dan zien jullie ook wat meer beeld. Voor wat betreft de kaarten. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat. Dat je gezond mag zijn en gelukkig. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Ik wil jullie bedanken voor de vele likes. Jullie steun op dit kanaal. Het delen, het abonneren, het doneren. Aanvraag van privé readingen. Dank je wel. Ook natuurlijk de vele liefdevolle berichten. Het vertrouwen. Heel veel mensen die na één reading meerdere readingen willen of mij aanbevelen. Dus eerst bijvoorbeeld op het gebied van het werk, dan op het gebied van de liefde. Persoonlijke reading over waar kan ik mezelf nog op ontwikkelen. Of tenslotte ook nog contact met overleden dierbaren. Dankjewel daarvoor, super lief. En jullie helpen mij bovendien mee. In mijn groei van dit kanaal, maar ook in mijn eigen groei. Alle nieuwe kijkers, kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je abonneert, want er zit namelijk jouw energie in het kanaal. Ook als je op het belletje klikt, hoef je niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag. Ik werk ook op zaterdag en op zondag. Dus als je dan geabonneerd bent, dan ben je helemaal bij. Blijf je constant op de hoogte. Dus even kijken. Nou, waar gaan we het over hebben vandaag? Carrière. Maar, zoals de meesten van jullie weten, staat vaak het onderwerp niet helemaal vast. Het is ook wel eens zo dat het gaat over carrière, maar dat er toch nog liefde om het hoekje kijkt, dus we gaan gewoon eens kijken. Deze stapel nemen. Oké, dat is die. Nou, zoals ik al zei, gaven ze aan van dat het gaat over een carrière. Ik begin meteen met de mooiste kaart, namelijk de zonkaart. Dus je voelt je goed, je bent ontzettend gelukkig. Nou, dat is heel erg positief. Toch zijn er wat dingen gaande waar je misschien niet bewust van zijn, waar je niet bewust van bent. En wat is het volgende? Het kan goed zijn dat er binnenkort iemand jouw hulp gaat vragen. Jouw assistentie of jouw guidance. Iemand die jou om hulp vraagt op wat voor manier dan ook. Dit zie je misschien niet aankomen omdat... Ja, ik heb het gevoel, je zit in die positieve vibe en deze twee wat negatievere zaken, die voel je niet, heb ik het gevoel. Met de skull, met de schedel, heb ik ook van er zijn wat verborgen geheimen die jou pijn kunnen doen. Dus heeft het met elkaar te maken? Nee, oké. Dus degene die jou om hulp gaat vragen, die heeft geen slechte intenties. Dan heb ik hier de wagen, een reis. Dat kan zowel mentaal zijn als fysiek. Ga jij krijgen. Die reis kan je gaan maken naar aanleiding van het feit dat iemand jou om hulp gaat vragen.
Dan kan zijn dat je daar naartoe moet reizen naar die persoon, of dat die persoon naar jou toe reist, kan ook. Blijf hoe dan ook, wat er ook aan de hand is, jouw grenzen stellen, voor je eigen liefde, maar ook waardes opkomen. Dus alsjeblieft jouw standaarden niet verlagen. En degene die jou kwaad wil, heeft het gevoel van verlies. Dus het kan goed zijn dat er een ex bijvoorbeeld in het spel is, die het gevoel heeft dat hij of zij jou voorgoed kwijt is. Kan ook zijn omdat het over carrière gaat, dat je heel veel concurrentie hebt en dat er heel veel mensen verdriet hebben of jaloezie hebben omdat het jou voor de wind gaat en dat ze jou dat een soort wraak willen nemen, dat ze dat niet kunnen hebben en dat ze jou dus pijn willen gaan doen. Als we dus kijken, iemand wil jouw hulp, jij gaat daar naartoe reizen of die persoon reist naar jou toe. Dat zal jou een hele nieuwe ervaring gaan geven. Dus dat is heel erg mooi, want dan ga je dus verder groeien. Die hele nieuwe ervaring kan ook zijn dat je een nieuwe baan gaat krijgen. Dus dat is ook wel mooi. Je gaat lekker genieten, feesten. En het kan zelfs zijn dat je dan iemand gaat ontmoeten. En onder eigenlijk die schedel, dus dat iemand geheimen heeft, jou pijn wil doen. Iemand die zeg maar haat heeft of wrok koestert. Daar krijg ik de vlieg onder, depressie, slechte gezondheid. Ik heb het gevoel dat het niet jou betreft, maar dat het iemand is in jouw omgeving. Of dat nu ver of dichtbij is, het kan ook energetisch zijn. Dus iemand die even voelen hoor. Ja, ik voel toch heel veel jaloezie, concurrentie. Iemand die het slecht met jou voor heeft. Misschien al een paar keer in het geheim ook geprobeerd heeft om jou pijn te doen of in de weg te zitten. En dat kan ook energetisch natuurlijk zijn. Die heeft nu het gevoel dat hij of zij aan een verliezende hand is. En het kan goed zijn dat deze persoon nu door een slechte periode gaat, hè, karma, depressief is of zelfs een slechte gezondheid heeft. Jij aan de andere kant, met jou gaat het goed. Je wilt zelfs iemand gaan helpen. Daar zal je dus een reis voor moeten gaan ondernemen. Kan ook zijn een mentale reis. Dus het kan goed zijn als iemand jouw hulp vraagt dat je even goed moet nadenken, mentaal gezien, van ga ik daar aan beginnen? Want ja, hulp vragen kan op verschillend gebied natuurlijk. En uiteindelijk ga je het wel doen. En dat zal dus een nieuwe ervaring op gaan leveren. Door je aan je grenzen te houden, je niet door te slaan naar een andere kant, ga je dus ook een nieuwe carrière tegemoet. En tijdens een of andere uitnodiging of festiviteit ga jij iemand ontmoeten. Zie je, dus ik zei al van, het kan wel carrière zijn, maar dan kan er toch meestal wel liefde of zo insluipen. Wat mogen wij hierover weten, Spirits? Eens even voelen waar ik verder op in wil kijken. Ik wil eigenlijk op het positieve inkijken. Dus die persoon die hulp nodig heeft, wat mogen we daarover weten, Spirits and Guides? Het is iemand die
altijd laat zien dat het goed gaat met hem of haar die eigenlijk hard hulp nodig heeft, maar dat daar niet durft om te vragen. Dat is vaak zo, hè? Mensen die er wel om vragen hebben het vaak niet nodig. Mag ik weten over die persoon die hulp nodig heeft? Nou, als iemand jou om hulp gaat vragen, word je voor een duidelijke keuze gesteld. Je ziet hier ook de wagen en een wereldbolletje. Betekent dus echt toch wel die reis die hier ook onder ligt. Ik word getrokken om hier naar het eerste kaartje te kijken. De koningin. Door de keuze heel bewust te maken of je iemand gaat helpen, ja of nee, dat zal direct gevolgen hebben voor jouw groei. Nou, dat zagen we ook al liggen. Dat is hier dus die new experience. Het kan zijn dat je in het begin heel goed moet nadenken van ga ik die persoon wel helpen, ja of nee. Je gaat kijken naar de voor's en tegen's. Kan het wel? Past het wel in mijn huidige leven? Het heeft ook te maken met zelfliefde. Dus ga ook even te raden van, is dit goed voor mij? Als ik deze persoon ga helpen, ja of nee? Klinkt egoïstisch, maar dat heeft met die grenzen te maken. Dus als je dit gaat doen uit zelfliefde, dan ga je ook stappen vooruit zetten in jouw groei. Gaat je zelfvertrouwen groeien? Ga je energetisch groeien? En het kan zelfs zo zijn dat er een liefde gaat groeien tussen jou en de persoon die je gaat helpen. Die nieuwe carrière. Het kan goed zijn dat je het oude achterlaat omdat dat niet liep of omdat dat je zwaar viel met de 10 van staven. Je hebt al lang over nagedacht van goh, wat doe ik hier precies mee? Je hebt daar inzichten over gekregen. En je kiest voor het beste voor jezelf. Je kiest voor balans terug in je leven. Vandaar dat je van het oude vertrekt richting het nieuwe gaat. Ik word toch getrokken naar het negatieve. Maar wat mag ik over het negatieve weten? Wat het allerbelangrijkste is. Dus degene met de depressie. Slechte gezondheid. De persoon die daar pijn en verdriet over heeft. En de geheimen die de kijker pijn kan gaan doen. Het is iemand die niet met je mee wil groeien. Het kan goed zijn dat je te maken hebt met iemand die niet spiritueel ontwaakt is. En die zelfs misschien jouw groei in de weg staat. De boel saboteert, hoor ik. Keer op keer. Je hebt die persoon genoeg kansen gegeven, hoor ik. Dus wacht op jouw moment, het juiste moment. En vertrek dan uit deze situatie. Wacht op die golf. Zodat je dus kunt doorpakken. Als je vertrekt. Mocht jij nog meer weten? Dus ja, je laat een oude situatie achter. Je gaat richting een nieuwe. Ja, je hebt heel veel van deze situatie geleerd, van die negatieve situatie. En
Het wordt tijd om daar het mes in te zetten met deze schildknaap van zwaarden en voor jezelf te kiezen en dan een nieuw begin te gaan maken, waardoor je dus het oude afsluit en voor het nieuwe, dat daar weer deuren geopend worden waar je wat aan hebt. Het kan goed zijn dat je op dit moment te maken hebt met iemand die koud, afstandelijk is. Misschien is die persoon ook wel depressief of is die persoon niet helemaal oké, mentaal. En dat deze persoon daarom zo koud, afstandelijk doet. Dus ga daarvan weg. Kies voor je eigen geluk. Mag ik nog meer weten, spirits? Ik hoor nee. Een hele duidelijke nee. Dit was die? Ja, oké. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat het resoneert als je zegt van, goh, ik wil hier graag nog meer over weten, want het resoneert met mij. Dan mag je altijd contact met me opnemen. Je hebt hier de titel en dan een driehoekje. Als je daarop klikt, dan kan je in contact met me komen. Dan zie je het linkje van mijn website. En of mijn e-mail. Maar even kijken van wat je doet. ik wil alle vaste kijkers willen bedanken voor het kijken weer. En vergeet vooral niet te liken, te delen en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Heel veel liefde en licht. Namaste.